14 verschillende decors, zo'n 300 requisieten waarvan de meeste uit Engeland komen, behalve natuurlijk deze replica van het Mosweef, 50 zendermicrofoons en 400 lichtwisselingen gedurende de voorstelling. De musical Le Wieke van het Maastrichtse Volkstheater, die komende vrijdag in première gaat, is een megaproductie voor Maastrichtse begrippen. De bühne is enorm groot. De decor van Luike is uh, groter als we welke elke we ooit gehad hebben. En daar zit een noviteit in. We hebben een passerel. Uh, ja, we zouden willen zeggen een catwalk, uh, een brug, over de orkestbak. Een uh, traditie die vooral uh, voor de oorlog en na de oorlog bij de revues gebruikt wordt, de Franse revues in het bijzonder. En veel uh, hebben we dat in dit stuk. Hoe wordt dat verbruikt dan? Het is de bedoeling om tot, uh, Le is een episch verhaal, en de bedoeling van het gaan is dat het verhaal door kan blijven gewoon zonder dat ze een naar duistere achtergrond zitten kijken. Dus, op het moment dat het op de bühne gechangeerd wordt, kan het verhaal voeren op wij verteld worden. En dan krijg je dus tot het geheel, ja, eigenlijk heel organisch is, net zoals in een film, De maakt eigenlijk je een soort van, de zoom en de close-up maakt eigenlijk, en ja, dat is heel chic met een passerel. Spelen we heel kort bij het publiek dan? Uh, het is een hele uh, chique ervaring als ja. ik als op Rivea zit. Ze zitten heel kort erop. Ja. Met 70 spelers per avond op het toneel, 16 muzikanten in de orkestbak en nog zo'n 30 crewleden achter de coulissen, bestaat de kans dat iemand ziek wordt. Zeker nu het griepvirus weer rondwaart. Bij de Luwiekjes hebben we volgens drie, godzijdank. Dus uh, daar kunnen we van wisselen, hetzelfde bij de Berkenbatteroven En ja, voor de rest uh, is er, is er, schijnt er een regisseur te zien die uh, ook verschillende rollen nog zou kunnen uren in het geval van. Maar uh, school bleef laten hopen tot het uh, zo blijft en tot iedereen uh, gezond blijft. En tot voor uh, een heerlijke serie vuurstellingen van Luwiekjes kunnen spelen. Nog een paar dagen, wie is de flow? Uh, Heel druk, maar heel goed en uh, een gezonde spanning. En iedereen prepareert zich om uh, op te gaan naar de fieselijke première op 28 oktober.